Landgenoten, sinds ik op 1 september tot u sprak, is in alle landen de beschaafde mensheid met afgrijzen vervuld over de gruwelijke slachtingen door het nazidom in de bezette gebieden onder onschuldige burgers aangericht. Over deze ongehoorde gruwelen is in alle werelddelen een storm van verontwaardiging losgebroken. Een storm die wel ver van te bedaren is ook gevolgd. Daarachter, daar is iemand, die is heel haast. Oh ja, oh dat is Jan. Dat is Jan van Bertus Verloon. Ik zie hem even niet, maar hij komt er ongetwijfeld aan. Dus als ik hier even deur maak, dan kan ik kijken. Ze zijn een slap binnengevallen! Verdomme! Nee, wij zeggen altijd een goeie dag, hè? Ja, wij hebben het net ook gehoord. Wij hebben het net ook gehoord. En ook dat onze regering hier gecapituleerd. Ja, verdomme. Al nog 4 dagen, de slappelingen. Ja, slecht nieuws, maar het zat al lang in de lucht, hè. De moffen, die pikken het een naar het andere land in. Ja, het is toch gruwelijk, hè. Vorige week, alles nog heel rustig en nou zitten we midden in de oorlog. Je moet een hele mis nog doen en dan is het hier alweer zo druk. Oh, meneer Pistoof, je zult wel haast hebben. Jazeker. Ga maar weer. Ah, dankjewel, bekind. Fijn. Zeg het eens, meneer Pistoof. Nou, zoals je weet heeft de bezitter ons verplicht gesteld dat we onze huizen moeten verduisteren en onze verlichting moeten dimmen. En daarom had ik gedacht mijzelf een knijpkat aan te schaffen. Een knijpkat? Wat is dat voor een ding? Ik weet toch niet eens wat een knijpkat is. Kom niet! Halt! Links! Om! Schöne Schuhe. Mensen die Duitsers, die Joden oppakten, die werden allemaal naar Duitsland gestuurd. En de meeste mensen, die zijn niet teruggekomen. Oh, maar kijk, daar komt de veldwachter aan. En die zal die Jood wel mee naar een goede onderdakadres nemen. Kom maar mee, jongen, dan gaan we naar de familie van Loon. Dat zijn nog betrouwbare mensen. Hier op de grond, oh dat zijn herdenkingsstenen van de familie Boesnak die in 1940 in Moergestel woonde. En die woonde, hier op de foto, op de Hippelpad in een woonwagen. Dus niet alleen Joden, maar ook woonwagenbewogen Zigeuners. Iedereen werd opgepakt door de Duitsers. En die familie Boesnak, vader, moeder en 6 kinderen, waaronder de jongste hier, de foto van de jongste hangt hier ook. Die zijn allemaal opgepakt door de Duitsers en nooit meer teruggekomen. Dat is erg. Dat is zeker erg. En daarom moeten wij ervoor zorgen dat er nooit geen oorlog meer komt. Dag broeder, hè? Die verrekte moffen, hè? Die vroegen het ene land op het andere. Nou heeft er zelfs Frankrijk al onder de voet gelopen, hè? En in Engeland, die wordt elke dag zwaar gebombardeerd. Ja, het is toch afschuwelijk. Hoe moet het toch heen? Zeg Anna. Je werkt met een dokter. Wat vindt die ervan? Ja, die weet het ook niet. Hij zegt dat we moeten hopen op betere tijden. Voorlopig zijn de moffen nog de baas. We zullen nog heel lang onder het Duitse juk zitten. Ja, ik ben bang dat die gelijk is. Ja. Zeg, stil eens even allemaal. Want ik meen dat ik buiten iets heur. Waar dan? Ja. Ik vertrouw het niet. Ik ga toch eens maar even zelf te kijken. Ik denk dat hij van zijn eigen is gegaan. Oh, ik zit er wel. Ja, iets voor de zon. Ja, zuur. Dan staat hij wel niet al op ons verwacht. Nee, ja. Even maar. Ja. Kijk, Jood, ik zal jou het voorstellen. Stel zo bij mij eens allemaal voor, jongen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Deze zijn ook betrouwbare mensen. Deze is nog een veilig adres. Ja, kom er maar bij, hoor. Ik denk dat het ons wel zal lukken om een extra mond eten te geven, hoor. Ja. Hey, pak in de zit, ga je ook geld wachten. Plus jullie koffie. Ja, als je hem hebt, hier, oké. Ja, maar ik ga eens even kijken of dat er wat we hebben. Want ja, ik weet het niet zeker meer, hoor, want het is oorlog. Het is bijna op. Ja, in de winkel was niet veel met die verregen. Nee, oké. Het is Ermoei Troef. We zijn uit of koffie. Ja. Oh, nou ja, jammer veel, want ik kan er echt niks aan doen. Ja, jongen, het in de stad is het ook niet meer veilig. Hè? Die rotmoffen, die proberen overal wat grote razzia's houden. En daar proberen de Joden, die proberen allemaal onder te duiken. Weggezegd,
Vorige week hebben ze oom en tante van mij hebben ze opgehaald. Die zitten nu in kamp Westerbork. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Niet wel goed, jongen, dat kan ik wel zeggen. En daarom is het goed dat je hier terecht kunt. Nou, en of? Nou, de koffie was op, dus het was heel lekker van deze keer, meisje. Ja, ja, het is pech hebben. Maar ja, het moet de volgende keer beter. Ja. Ah, ja. Landgenoten in Nederland, alvorens met u van het jaar afscheid te nemen, is het zeker u en mijn wens er nog enkele ogenblikken bij stil te staan. Niet zozeer om al het gebeurde in die tijd in ons geheugen terug te roepen. Niets. Ja, kom maar. Niets. Raustreden. 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 Hoppakee. Van bitter lijden, dat zo menigeen voerde door het doodsgebied in de zekerheid dat de dag der bevrijding op komst is. Dankzij uw hulp en de daad van moed en zelfopoffering door zoveel van u verricht, gaat ook dit jaar van beproeven over in de geschiedenis als een der roemrijkste in de historie van ons volk.